Hij heeft een kopst. Kappen kan er wel zo niet meer. Is dat een goed begin? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Oh, even opnieuw. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag krijg ik een keer een wellnessdagje, want het wordt een dure voor mij vandaag. Want de osteopaat Ronald Heijstra komt vandaag langs en de hoefspits komt daarna ook nog langs, want haar pootjes moeten weer even verzorgd worden. En ja, Michael heeft de camera mee, dus wij gaan het filmen wat de osteopaat straks gaat doen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het allemaal mee mag vallen. Dus we nemen jullie gezellig mee. En alles wat gedaan wordt, wordt door een specialist gedaan en dit mag je ook zeker niet nadoen. Dus heeft je paard ergens last van, laat dan gewoon een goede osteopaat komen en ga niet zelf aan de slag. Dus dat wil ik even meedelen. Dus veel plezier met kijken. Doei! Nou, Martientje is lekker aan het borstelen, zodat al het stof eraf is. Want het is natuurlijk niet fijn als je een paard moet behandelen die heel erg stoffig is. Dus we gaan nu even lekker aan poetsen, hè? Ja. Dus ja, wat is eigenlijk tussen de laatste keer bij ons en nu? Zijn er dingen die opgevallen zijn, waar je tegenaan loopt en zo? Nou, op zich gaat het eigenlijk wel goed. Eigenlijk ja. Beter dan ik had verwacht. Alleen met galop vindt ze nageven nog wel heel lastig, zeg maar. Ja, ja. Soms lukt het wel, maar soms is het ook echt wat weken dan weer niet lukt, zeg maar. Dus dat vindt ze wel echt nog lastig. Precies. Maar ja. Dat gaat eigenlijk wel goed. Oké. Dus kan links-rechts ook goed op rust staan inmiddels? Ja. Mooi. Ja, daar heeft gelukkig geen problemen meer mee. Gelukkig. Is dat probleem nu opgelost? Ja, gelukkig wel. Dat was even een dingetje. Ja. Oké. Nog andere dingen eens opvallen? Is bijvoorbeeld linksom of rechtsom moeilijker? Of? Ja, linksom vindt het galop lastiger. Oké. Maar met stap en draf is aan beide kanten eigenlijk geen verschil, alleen met galop wel. Ja. Duidelijk. Oké. Zijn er nog blessures geweest sinds ik erbij geweest ben? Nee. Oké. De tandarts, wanneer is die voor het laatst erbij geweest? Globaal hoor. Ja, bijna een jaar geleden nu denk ik. Oké. En dan krijg je Xander Tijger? Ja. Oké. Terug. Waren er toen nog bijzonderheden? Of grote dingen, laat ik zo zeggen? Nee, eigenlijk helemaal niks. Oh. En zijn ook dat ik nu anderhalf jaar kon wachten voordat ik erheen moest. Oké. Geen bijzonderheden. Prima. Nou, heb ik inmiddels voldoende informatie. Ja. Wat je heel even mag doen, is dat je daar even beetpakt zo meteen. Dan mag je even een beetje of 10 bij me wegwandelen. Draai een keer kort linksom, kort gelopen, draai kort rechtsom. Even kijken hoe ze beweegt en dan gaan we lekker beginnen. Nee. Is dat prima? Gaan we lekker rustig aan beginnen. Nou, alles wat ik ga doen, dan ga ik jullie een keer vertellen. Mocht ik wat gevonden hebben, ga ik vertellen wat we gevonden hebben enzovoort enzovoort. Dus, nou. Ik merk dat ze rechts wat meer gespannen is in de onderrug van links. Er zit iets verschil in qua spierspanning. Lange maan, hè? Ja, dat was niet. Ja, die blijft wel groeien. Bizar, hè? Ja. Nou, dat is ook gezond. Dat is niet gezond, dus dat blijft ook niet groeien. Nee, oké. Okay. Lijkt het als hier een klein zin in een tik gehad, hier een stukje. Ja, dit is al 2 jaar.
terug ja. Verder weg. Nee, maar zij dacht toen zeiden dat er nog even een keer een trap heeft gehad. Een kleine spierbeschadiging opgetreden. Ja, ja, het is wat het is. Ja, ja, het was eerst heel dik, hoor, maar het is nu echt... Precies, ja, dan ja, het zal zo... Wel, maar... Ja. Want staat ze alleen in het land of zijn er, staat ze met anderen erbij? Nee, met anderen. Ja, oké, okay, ja, dat kan best gebeuren als een kind misschien een keer trap. Goed, we gaan lekker rustig aan beginnen met onderzoek. Nou ja, we beginnen eerst met het sacrum. 6 bewegingen, dus we gaan eens even kijken hoe het gaat. Ja. Hier zie je wat meer beweging. Zie je dat? Ja. Oké. Okay. Van deze kant moeten we hem straks even losmaken. Waar is die geblokkeerd? Nu staat het sacrum in verband met het, in verbinding met het bekken. Dus als we het bekken wat vinden en dat maken we los, valt het sacrum in veel gevallen gelijk mee los. Dus we gaan eerst even naar de achterbenen toe, vinden we dat, maken we het los. Dan trekken we daarna even het sacrum, of daar nog wat zit en zo, ja, dan maken we ons nog even los. Dus. Ja. Helemaal goed. Nou, gaan we beginnen met het linker achterbeen. Ja, mooi. En dan gaan we vanaf de hoek tot aan het SI-gewricht gaan we het paard testen. Gaan we eens even kijken wat we dan wel niet tegenkomen. Nou, deze beweging dan niet optimaal gaat, dat we compenseren, krijg je ook in de onderrug. Dus we zullen hier zo meteen wel een kleine blokkade vinden. Test even de andere kant. Kijk, heel goed. Oké. Okay. Sluit ik even bij wat we gewonnen hebben en dan gaan we het sacrum testen. Dus we begonnen met het sacrum. Nou, we zagen dus aan de rechterkant het sacrum, daar zat een kleine blokkade. Gaan we zo meteen nog even testen of die los is. We hadden allebei de kanten van de heup, dus zat een blokkade. Nou, links was wat vaster dan rechts. Ja. Zo. Hebben we op kunnen lossen, dus dat is prima. De rest eigenlijk, wat dat betreft, geen rare dingen gelukkig. Nou, prima. Gaan we eens even in de rug kijken. Het hoofd een heel klein beetje mijn kant even opbouwen. Ja, perfect hoor. Perfect. Hartstikke mooi. Nou, gaan we nu de wervels in de rug testen op bewegelijkheid. En we willen weten of de ribben in het gewricht zitten. Dus de ribben gaan we ook testen. Dus hier gaan we straks even het losser maken. En de ribben gaan we daarna ook nog even wat soepeler maken. Ja. Ze bewegen wel, ze zitten in het gewricht. Alleen, ja, ze zijn iets stijf. Dus dat proberen we dan even iets meer soepelheid in te krijgen. Ik test gelijk even de wervels van de schoft. Ik voel dat hier ietsje spanning zit in de spieren. Maar de wervels zelf bewegen goed. Nou, tot nu toe geen rare dingen tegengekomen, dus daar ben ik blij mee. Nou, gelukkig. Daar ben ik heel blij mee. Ja, toch? Ja. Want je gebruikt het toch behoorlijk intensief, want die zou wel eens verwijzing komen op Facebook. Toch of niet? Ja. Ja, nou ja, goed teken. Ja, goed teken. Dat is leuk hoor. Ja? Altijd wel zin in eigenlijk. Kijk, heb jij er ook eens op zien rijden? Ja, gaaf. Tenminste, ziet er leuk uit, ik ben nu zelf leuk vind, ja, maar... Oké. Nou, ja, ik vind het wel leuk. Meestal lijkt op dingen waar iets meer gevaarlijk aan is, hè? Ja, dat snap ik. Dat is wel ja. Iets anders. Nou, leuk. En een super lief dier. Ja. Lot uit de loterij. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ja, dat snap ik. Er staat een klein beetje spanning op. Kijk, nu zie je dat het makkelijker gaat. Hoofdje gaat naar beneden. Dus we zijn nu even voor jou, we zijn eerst met de gewrichten bezig. Met de gewrichten gehad, gaan we naar de spieren kijken, tandjes even, hoefjes enzovoort enzovoort. Dus eigenlijk doen we alles stukje voor stukje. Lopen op die manier eigenlijk door het hele paard heen. En ja, tot nu toe geen rare dingen. Dus ja, om er heel veel van maken. Maar ja, het is gewoon goed, goed is goed. Een paar kleine dingen, hè. Het is wel zo. Zijn die blokkades laten zitten, zou je op den duur wel blessures kunnen gaan krijgen. Want als een gewricht eigenlijk niet optimaal kan bewegen, dus bijvoorbeeld met die heup, die komt niet optimaal naar buiten toe. Een paard moet wel de bocht door, dat ontkom je niet aan. Dus als je dan deze beweging niet optimaal kan maken, gaat hij onder gebruiken de compensatie. Het is er niet voor gemaakt, raak ik overbelast. Dus op den duur, krijg je met die nou mooie tijd bij. Ja. En stel dat je denkt, wel lekker belangrijk, dan zou je best over een x aantal tijd wel blessures kunnen gaan krijgen. Dat is een rug overbelast, ja, dat is natuurlijk niet best. Enzovoort, enzovoort. Dus het is heel goed. En ja, nou, wat je al zei, eigenlijk voor de rest geen rare dingen gevonden. Nee, tot nu toe klopt het ook. Absoluut waar. Dus dat is heel positief. Heel positief. Goed zo heet dat. Juist! Dit is hartstikke netjes wat jij doet. Dus je doet heel rustig. Heel goed joh. Perfect, perfect. Mooi. Goed. Dan gaan we naar het voorhoofd kijken. Zie jij verschillende spieren in daar of daar? Ja, deze volgens mij. Ik ben niet gefrust. Oh, oh. Nou. Er is nog ietsje. Ietsje. Maar dat is niet heel. Dus dat is oké. Okay. Oh. Voelen we even hier aan de onderkant voor de kaaktak. Ook geen rare dingen. Dat is heel positief. Dat is mooi. Hier hoe je tongbeen beweegt ook netjes. Voelen we hier even aan de kiezen van de bovenkaak. Dus een aantal kiezen dan.
Kijk, hier zit een behoorlijk puntje. Moet je eens voelen. Als je hier met je vinger overheen gaat. Even andersom. Ja, zo. Ah, oké. Okay. Voel je? Ja. Yeah. Dus hè, dat duw je eigenlijk dus nu in de wang. Vind je niet prettig, want dat doet dus pijn. En nou, dat is een veilige manier om dat een beetje te checken. Dus je kan natuurlijk maar een paar kiezen voelen, maar wil je het ook eens voelen? Vind je het interessant? Goed, dus als je hier overheen gaat, voel je eigenlijk dat er een puntje zit. Ik vind het heel iets scherper zo, maar dat is... Het is een bolletje. Ja. Precies. Dus... Kijk naar de voortuintjes. Mooi van jou zeg, dat is hartstikke mooi. Zo, ook een mooie voortanden. Nee, dat is hartstikke netjes. Nou zeg, wauw. Zo, dat doe je echt hartstikke netjes. Ja. Maakt ze ook een spot of is dat toevallig? Nou, ik denk toevallig denk ik. Okay. Ik heb dat nog nooit gezien. Nee, oké. Okay. Nou, goed even. Als ze het wel doet, is dat uiteindelijk weer een teken voor de tandarts. Eens even kijken. Als C1-C0 hadden we het, op het achterhoofd. Waar ik het toen net dat drukketje gaf op het voorhoofd. Die hebben we dus losgemaakt. Kaartje ligt aan de linkerkant. Tongbeen was goed. Lymfeklier. Dat valt reuze mee. Prima. Oké, dat is goed. Gebit, nou zet ik er even bij dat hier een klein puntje zit. Even in de gaten houden. Ja. Gaan we naar de spieren kijken. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja. Maar gelukkig jongens, geen ernstige dingen gevonden. Nee, gelukkig. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Dat is heel positief. Dus je bent er gewoon mooi bij geweest. Dat kan je anders zeggen. En je gaat er goed mee om. Zo is het ook nog eens een keer. Ja, gelukkig. Ja, nou. Nou, je ziet, dat is gewoon pap. Super. Niks mis mee. Hartstikke netjes dit ook. Kijk, met name als God achter schouder langs zit hij nog veel spanning, zit hem gaan flikkeren. Nee, zit helemaal niks. Dus dat is prima. En de billen ook, je ziet het, dit is gewoon mooi gespannen. Totaal geen rare reflex. Heel netjes. Ook netjes. Prima. Nou, ik doe de andere kant even. Heel netjes. Ook niks mis mee. Ja. Goed. Mooi. Ik kijk even of er niks vergeten zijn. Zo niet. Mag ze lekker erbij in of te stallen wat je ook wil. Dan ga ik je dan even bijpraten hoe je dan het beste verder kan gaan. Ja. Nou, dat is wel braaf. Hartstikke braaf. Maar is eigenlijk altijd geweest. Ja, we vonden wel braaf staan op zich. Ja. Want alleen de eerste keer dat ze dat been niet op kon geven, kwam het omdat ze dat probleem had. Toen dat, ja, ongeveer was het uitgeleden toch? Wat was het? Ja, klopt. Ja, precies. Ja. Dat was heftig. Maar goed, we hebben het onder controle gekregen, dus dat is goed. Ja, gelukkig wel. Ja, hou op. En dan heb je er in feite wat dat betreft alleen maar profijt van dat je toen de tijd veel energie erin gestoken hebt. Ja. En nou, mooi. Ga ik jullie even bijpraten. Ja. Ik stuur sowieso het behandelformulier vanavond door. En maar goed, gelukkig geen rare dingen gevonden. Het enige wat je even in de gaten moet houden bij de voorbenen aan de onderkant. Ja, is het die mijt waar je er last van heeft? Ja, sowieso natuurlijk bovenin aan de rechterkant. Of is het toch die pees ook die wat een beetje irriteert? Maar even in de gaten houden. Nee. Want je weet niet waar je even kan voelen. Dus dat is even een dingetje. Even twee dingen. Nou, in feite de eerste drie dagen, ben je elke dag op stal? Of bijna elke dag? Ja, elke dag. Oké, okay, mooi. Lekker gezellig voor jou. Oké. En ga de eerste drie dagen even lekker met hem wandelen. Even de spierpijn, zuur in die vrijgekomen is om die eruit te lopen. Ja. Vanaf dag 4 zou ik beginnen met die overstapoefening. Die ken je denk ik nog wel. Ja. Dat is deze. Ja, maar goed, dat filmpje ken je wel. Dus dat is, ja. Oké, duidelijk. Ja, die zal ze zo weer doen als ik dat vraag. Daarom helemaal ideaal. Want nu, je gaat eigenlijk eens met het spiergeheugen doorbreken. Want zij zegt nou natuurlijk, door die kleine blokkade, is natuurlijk wat op bepaalde manier een houding gegeven. Dat moet even doorbreken, zoals ze eigenlijk weer gezonder door het lichaam gaat bewegen. Ja. Behandeling werkt 6 tot 8 weken door. Dus dat betekent dat over 6 tot 8 weken heb je het eindresultaat van de behandeling. Tot die tijd kan het alleen maar beter worden. Maar goed, ik zeg, we hebben geen rare dingen gevonden. Dus ik zou niet weten waarom het niet zo. Ja, dat is eigenlijk even het verhaal. Oké. Heb jij nog vragen? Nee, op dit moment niet. Nee. En jij? Oké, nou goed, dat was mooi dan. Ronald is net klaar met Tinky en hij is nu weer onderweg naar huis. Nou, gelukkig waren er niet echt hele erg bijzonderheden, dus ik ben blij. Dus we doen gelukkig goed ons best met alles wat we doen. Dus ik hoop dat je het een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!